De ARC 18 Innovatie Award is een initiatief van Jung en de architect. Van tijdloze schakelaars tot intelligente smart-home-oplossingen en gebouwbeheertechniek. Veel woningen, kantoren en hotels zijn uitgerust met de puristische vormgeving en innovatiekracht van Jung Design. Jung, vooruitgang als traditie. De vraag die de Dutch Design Foundation aan ons stelde was: kun jij voor het hoofdgebouw van dat evenement voor negen dagen lang een paviljoen maken, wat een duurzaam statement is? En toen keken Rijn en ik elkaar aan en dachten: ja, hoe duurzaam is het om een gebouw te maken voor negen dagen en het daarna weer af te breken? Dus toen uh, dachten we: wat als we nou alles lenen wat we nodig hebben voor het maken van dat paviljoen? En dan is het ook een enorme puzzel hoe alles bij elkaar past. Want je mag dus niet lijmen, zagen, boren of schroeven. En dat is de complexiteit. De hoofdconstructie bestaat uit twaalf heipalen. Die zijn verbonden met houten balken. Die vastgezet zijn met spanbanden en omsnoeringsbandjes. Daaromheen zit een gevel gemaakt van plastic. Plastic dat we hebben ingezameld in Eindhoven. Wat gewoon huisafval is. Het dak is van een kassenbouwer. Dat we hebben geleend. En uh, ook bijvoorbeeld de windverbanden komen uit een oud gebouw van uh, Rijkswaterstaat. En dat is natuurlijk de, de economie waar wij heen gaan: is dat, dat materialen iets waard zijn en je, en je ze dus in een huis of in een gebouw zet en dan even opslaat. Het QO-gebouw is een hotel in Amsterdam. Het is een duurzaam gebouw met een LEED Platinum-certificering. Een van de duurzaamste gebouwen van Europa, denken wij. En wat voor de duurzaamheid vanuit de opdrachtgever een heel belangrijk element was, is dat de gast niet per se hoeft te merken dat het gebouw heel erg duurzaam is en dat we niks uh, zouden inleveren op het gebied van luxe. Als je de card key eruit haalt, dan gaan de installaties uit en dan gaat de gevel dicht. Die zorgt ervoor dus dat de warmte of de koude op dat moment in het hotelkamer blijft, zodat je terugkomt dat hij weer perfect uh, op uh, temperatuur is. Uh, we hebben een heel bijzondere uh, bovenbouw van het gebouw met een kas. Die uh, voedsel en, en uh, vis produceert uh, voor het restaurant daaronder. Je kunt een duurzaam gebouw hebben, maar als je het niet duurzaam gebruikt, uh, dan is het ook uh, geen duurzaam gebouw. Dus we hebben op alle niveaus gekeken hoe je zo makkelijk mogelijk uh, de duurzaamheid kan afstemmen op het gebruik van de gast eigenlijk. Windvogel is een project van de overleden Weber Okkels, die een droom had om energieopwekkende vliegers uh, te maken. In het archief van, het, van Rijkswaterstaat kwam ik een filmpje tegen van Wubbe Okkels. dobberend op een veel te koud bootje voor die afsluitdijk. Waarin hij zijn droom vertelde over energieopwekkende vliegers en vertelde hoe mooi dat zou zijn om dat op die dijk te tonen. Nooit de kans gehad om dat te realiseren. En daar is eigenlijk Windvogel mee begonnen. Die dijk is natuurlijk 32 kilometer lang, hè? dus een soort strakke zenlijn in dat water. En omdat die lijn zo belangrijk was, hebben we eigenlijk een soort uh, glasvezel ontwikkeld. Die heel sterk, heel flexibel en lichtgevend is. Dus je hebt een soort ja, zwevende lijnen hoog in de lucht. En als het gewoon goed waait, kan je 20 tot 100 kilowatt per uur opwekken. Dat is genoeg voor nou ja, 150, 200 huishoudens. Best veel. Dus het geeft eigenlijk aan hoe, hoe energie overal is. We het alleen maar te harvesten. En juist landschappen maken die energie-neutraal, energieopwekkend zijn. Ja, dat is toch waar we naar heen moeten als maatschappij.